De gemeenteraad van Sint Eustatius, een bijzondere gemeente van Nederland in het Caribisch deel van het Koninkrijk, werd in 2018 ontbonden vanwege wanbeleid. Sindsdien is Sint Eustatius de enige gemeente waar het bestuur buitenspel staat en Den Haag het voor het zeggen heeft. Vandaag was er een debat met staatssecretaris Van Huffelen over het teruggeven van bevoegdheden aan Sint Eustatius. Goedemiddag, mevrouw Van Huffelen. Ja, goedemiddag. Helaas kon dat debat niet doorgaan, want ik zit thuis met corona. Dus we hebben het schriftelijk moeten afhandelen. Ah, oké. Beterschap in de eerste plaats. Laten we even naar 2018 teruggaan. Hè, want dat was nogal een ingreep toen door uw voorganger Raymond Knops. Echt een bestuur van een gemeente overnemen. Het was een maatregel die al niet meer was toegepast in Nederland sinds 1951. Was het echt nodig? Ja, het was een enorm heftige ingreep, maar mijn voorganger, staatssecretaris Knops, heeft inderdaad dat besloten, samen met het kabinet uiteraard, omdat er echt sprake was van grote verwaarlozing van de taken van het eiland. Niet alleen op financieel gebied waren er grote problemen, maar er gingen ook van allerlei andere dingen fout. Eigenlijk het toenmalige bestuur van het eiland vond dat ze zich niet hoefden te houden aan Nederlandse wetgeving. En dat maakte dat die ingreep ook op dat moment zeer nodig was. En die ingreep is voor een deel ook vandaag de dag nog aan de orde. En kunt u een voorbeeld noemen van dingen, van iets dat misging? Nou, dat zat dus vooral in het financiële beheer. Hè. Dus werd de administratie niet goed weergegeven. Er werden keuzes gemaakt die onduidelijk waren in termen van de begroting. Of zonder begrotingen werden bedragen uitgegeven. En nogmaals, inderdaad werd er ook aangegeven door een aantal van de bestuurders dat zij vonden dat ze zich niet aan de Nederlandse wet hoefden te houden. En dit eiland is gewoon een onderdeel van Nederland. En daar gelden dus ook de Nederlandse wetten. Ja. Dat is voor zover het bestuur van Sint Eustatius. Nou heeft Nederland ook een taak om de eilanden te ondersteunen. Is dat in het verleden genoeg gebeurd? Nou, ik denk dat het ontzettend belangrijk is inderdaad dat wij de eilanden ondersteunen. En vooral ook dat we het proces nu in zijn gestapt. Waarin we die democratie aan Sint Eustatius weer willen teruggeven. Want sinds 2018 is er inmiddels heel veel gebeurd. Dus veel van die problemen zijn inmiddels aangepakt. De financiële administratie is op orde gebracht. Daar zijn nog een paar laatste stappen te zetten die ook belangrijk zijn. Maar er zijn heel veel stappen gezet. Er is veel werk gedaan om de gezondheidszorg, het onderwijs, de woningbouw, de wegen enzovoorts aan te pakken. Dus dat betekent eigenlijk dat het nu weer tijd wordt om die democratie terug te geven, maar natuurlijk ook het eiland te blijven ondersteunen, want het is een klein eiland, er wonen net iets meer dan 3000 mensen. En ja, dan is het natuurlijk echt wel nodig dat ze hulp blijven krijgen van Nederland om te zorgen dat het leven voor de inwoners daar goed en aantrekkelijk is. Ja, hulp blijven krijgen, zegt u, want hebben we het in uw ogen in het verleden wel genoeg gegeven? Hebben we altijd die ondersteuning geboden als Nederland? Nou, ik denk dat er zeker momenten zijn geweest waarin we dat onvoldoende hebben gedaan. Maar sinds die periode van 2018 hebben we het natuurlijk heel intensief opgepakt. Of het nou gaat, we hebben in feite het bestuur daar overgenomen, een zeer uitzonderlijke maatregel. Ook op dit moment is er nog een regeringscommissaris, dus een vertegenwoordiger van de Nederlandse regering die in feite de rol van de burgemeester daar invult. Inmiddels is er gelukkig wel weer een eilandsraad gekozen en zijn er ook gedeputeerden. Dat zijn eigenlijk wethouders lokaal. Met hen samen hebben we de afspraken gemaakt om stappen te zetten in de komende tijd, om hopelijk zo snel mogelijk, en wat mij betreft voor volgend jaar ook weer de democratie terug te brengen op Sint Eustatius. Omdat dat natuurlijk is wat we uiteindelijk willen, net zoals dat in elke andere gemeente in Nederland ook geldt. En u zegt er zijn stappen gezet. Hoe groot zijn die stappen? Nou, die zijn behoorlijk groot. Dus er is veel gedaan om te zorgen dat de ambtelijke organisatie op orde is gebracht. Op financieel beheer is er veel gebeurd. Maar er zijn dus ook allerlei stappen gezet meer in het ruimtelijke gebied. Hè. Dus wegen zijn aangepakt. Er zijn afspraken gemaakt over het bouwen van woningen. Gezondheidszorg is verbeterd. Het onderwijs is aangepakt. Dus er is echt heel veel gedaan. Daaraan heeft de huidige eilandsraad ook meegewerkt. Samen regeringscommissaris. Ze hebben in een mediation traject ook samen afspraken gemaakt over hoe zorgen dat we weer helemaal terug kunnen komen tot die normale situatie, namelijk dat er ook weer een democratie is. En daarvoor moeten we nog twee stappen zetten. Eén stap is het terugbrengen van het budgetrecht aan de eilandsraad van Sint Eustatius. En vervolgens ook definitief
definitieve benoemen weer van een gezaghebber, zeg maar burgemeester, waar nu nog de regeringscommissaris aan het werk is. En bedoelt u, als u zegt, een mediation traject tussen Sint Eustatius en Den Haag? Nee, dat was een traject tussen de Eilandsraad en de regeringscommissaris onder leiding van twee eerbiedwaardige dames, Suzy Reumer en Maria Liberia Peters, die samen afspraken hebben gemaakt over hoe gaan we zorgen dat we hier weer op een goede manier het bestuur kunnen inrichten en vormgeven. Hoe kunnen we zorgen dat we de juiste dingen doen voor de inwoners van het eiland. Of het dan gaat over wegen, of het aanpakken van armoede, of onderwijs of gezondheidszorg. Het zorgen dat de natuur goed wordt beheerd. En dat mediation traject heeft afgelopen jaar gelopen en heeft tot een aantal stappen geleid die ik ook heb onderschreven. Namelijk dat wanneer ook uiteindelijk dat financieel beheer goed op orde is, dat we dan de stap kunnen zetten naar de overdracht van het budgetrecht naar de Eilandraad. En die eerste stap ligt nu voor om ook te gaan zetten. En wanneer maar dat verwacht gaat u dat? Pas gebeuren wanneer ook na de Eilandraadverkiezingen, die samen hier vallen met onze gemeenteraadsverkiezingen volgende week. Wanneer ook de nieuwe Eilandraad en de nieuwe gedeputeerden, zeg maar wethouders, ook hebben aangegeven dat zij de laatste stappen die moeten worden gezet ook door hen zullen worden uitgevoerd en ondersteund. En als zij dat aangeven, wanneer kan Sint Eustatius dan het eigen bestuur weer verwachten? Nou, dat eerste stapje van dat budgetrecht kan daarna vrij snel plaatsvinden. De Nederlandse Tweede Kamer kijkt daar natuurlijk ook nog mee. En vervolgens is er dan nog de laatste stap aan de orde. Dat is dus die overgang naar een definitieve gezaghebber en het afscheid nemen van de regeringscommissaris. Dat zien we voor ogen in de loop van dit jaar, aan het eind van dit jaar. Maar nogmaals, dan moeten wel ook die afspraken ook gerealiseerd zijn om te zorgen dat we ook met vertrouwen het weer terug kunnen geven aan de inwoners van Sint Eustatius. Ja, maar als dat allemaal lukt, dan eind dit jaar. Nou ja, dat hoop ik wel, dat we dat kunnen halen. Want dat is echt iets wat Sint Eustatius verdient. En tegelijkertijd is het ook belangrijk dat we ons realiseren dat dan ook dan een eilandraad kan zitten die niet altijd de keuze maakt die Nederland heel fijn en goed vindt. Maar in ieder geval een bestuur dat voldoet aan de Nederlandse wetten en dat ook zich houdt aan het financieel beheer wat nodig is om de juiste projecten uit te voeren en te voldoen ook in dat opzicht aan onze eigen wet en regelgeving. Dank, Alexander van Huffelen, staatssecretaris. En hopelijk bent u snel weer opgeknapt. Ik hoop het, dank u wel. Ja. En ik praat verder met correspondent Dick Draaier over hoe dit leeft op Sint Eustatius. Ja, Dick, we horen het net de staatssecretaris zeggen. Mogelijk eind dit jaar heeft Sint Eustatius alweer zijn eigen bestuur terug. Is dat goed nieuws? Ja, nou ja, terugkeer naar democratie wordt in een rechtsstaat over het algemeen als noodzakelijk ervaren. Dus ook op Sint Eustatius. Dus ja, goed nieuws. Ja. Vergeet niet dat het eiland eerder in een referendum koos om bij de Nederlandse Antillen te blijven. Dat was voor 2010. Nou, dat ging niet door, want de Antillen werden afgeschaft. Dus er bleef toen geen andere keuze dan als speciale gemeente van Nederland door te gaan. En ja, die band was al hechter dan men wilde hebben. En dat is in 2018 met de ingreep van Nederland is daar natuurlijk een tandje bij gezet. Ja, bij die ingreep, hoe werd erop gereageerd eigenlijk op Sint Eustatius in 2018? Nou, de wetteloosheid en willekeur van het toenmalig bestuur, dat kon echt niet meer. Wie geen vriend was van de politieke meerderheid, ja, die had geen rechtszekerheid meer op het eiland. Dus veel mensen waren daarom blij dat Nederland ingreep. Maar op de dag dat toenmalig staatssecretaris Knops naar Sint Eustatius kwam, in februari 2018, ik was daar ook bij, toen was er ook een grote demonstratie van mensen die de ingreep bestempelden als koloniaal. Het bestuur werd opzij gezet en een niet gekozen door Nederland neergezette regeringscommissaris kreeg het voor het zeggen. Ja, dat was nooit eerder vertoond sinds de decolonisatie in 1954. Dus de stemming over of dit nou goed was of niet goed was, dat lag verdeeld. Ja, en inmiddels, 5 jaar verder? Ja, de voorstanders van de Nederlandse ingreep van toen zijn nu geen voorstanders meer. De ingreep begon in 2018 en we zijn nu 5 jaar verder. En ogenschijnlijk, vanuit de optiek van veel Stasiaanse burgers, is er niet veel gebeurd. Zichtbare veranderingen wel. Alexandra van Huffelen noemde dat net ook al. Hè. Er zijn veel constructieprojecten opgezet. Een nieuwe school, rotondes bij het vliegveld. Nou, noem het maar op. Mm-hmm. Maar bestuurlijke veranderingen, die zijn veel minder zichtbaar voor de gewone man. Of gewone vrouw. Al met al duurt het nu 5 jaar voor een eiland van 4000 bewoners. En grosso modo vindt iedereen op Stasia dat dat veel te lang is.
Na de verkiezingen volgende week, dan gaat Nederland dus samen met het gekozen eilandbestuur aan de slag. Hè, om het einde van het jaar dan weer helemaal zelf te doen op Sint Eustatius. Is Sint Eustatius daar klaar voor? Dat vind ik een moeilijke vraag. Hè. Je moet nog maar afwachten of de bestuurlijke versterking waar Nederland sterk op in heeft gezet wel geholpen heeft. Alle ambtenaren zijn fors bijgespijkerd hoor. Maar of je in een kleine gemeenschap dan positie durft te nemen tegenover je eigen bestuurder, wat echt het probleem was voor de ingreep, dat blijft volgens mij lastig. Een spannend moment noemde staatssecretaris Van Huffelen het zelfs niet voor niets. Maar je kan in een democratische rechtsstaat gewoon niet al te lang doorgaan met het uitsluiten van de eigen bevolking in de eigen aangelegenheden. En ja, die regeringscommissaris, waar ook de staatssecretaris het net over had, die blijft nog even zitten. Dus veel Statianen vinden dat Nederland ook na de verkiezingen en na het budgetrecht wat toegewezen zou worden, dat Nederland nog steeds een te grote vinger in de pap houdt. Ja, of Sint Eustatius dan klaar is, de tijd zal het echt leren. Dank, correspondent Dick Draaier.